Tennister Kiki Bertens zal aanstaande maandag met een grote glimlach naar de wereldranglijst van de vrouwen kijken. Nu is ze nog de nummer 149 van de wereld. Maar na haar prestatie van vandaag gaat ze een flinke sprong maken, de top 100 in. Want de 20-jarige Kiki Bertens zorgde eindelijk weer eens voor Nederlands tennissucces op het hoogste niveau. In 2006 won Michaela Krajicek in Rosmalen voor het laatst een WTA-toernooi. Bertens deed dat vandaag in Marokko. U hoort Edwin Peek. De vlaggen staan strak op en rond de banen in Fes in het noorden van Marokko. Lastige omstandigheden dus voor deze Kiki Bertens. 20 jaar, afkomstig uit Wateringen en de nummer 149 van de wereld. Een beetje een stroeve start in het begin van de wedstrijd. Ze komt met 3-0 achter. Maar ook de Spaanse is niet vrij van zenuwen. Zij is de nummer 110 van de wereld. Die begint daarna fouten te maken en dan gaat de strijd daarna gelijk op. Het is 4-4 en er is een breakkans voor Kiki Bertens. Een dropshot gespeeld door de Spaanse Laura Poos. En de lob eroverheen, maar die is net uit. En dat betekent een break opnieuw in deze eerste set. Nu weer naar Bertens, 5-4. En dan komt haar reizende coach Christian de Jong naast haar zitten. Is het zo vast? Natuurlijk, ja, maar natuurlijk speel je slecht, kick. Maar weet je wat het is? Weet je, dan blijft het verhaal durf te verliezen, toch? Weet je, ga er gewoon voor. Weet je, natuurlijk is het spannend, maar zij speelt net zo slecht, snap je? En je staat 5-4 voor en je gaat gewoon voor en je gaat nu proberen uit te spelen. Maar ga voor je ballen. De tips hebben niet het gewenste effect voor het spel van Bertens, want ze lijkt last te hebben van wat finale stress. Ze serveert dus voor de set, maar produceert een aantal onnodige afzwaaiers. Dat is balen natuurlijk en ze levert zomaar haar service weer in. Ze had 5-5, maar gelukkig keren de kansen per game. Nu is er weer een breakpoint voor Bertens. Die sowieso een uitstekende week heeft hier in Fes. Won 3 kwalificatierondes en daarna dus 4 wedstrijden in het hoofdtoernooi. En en passant versloeg ze ook nog eens 3 top 100 speelsters. Uitstekend bezig dus die Kiki Bertens. Dan is het dropshot iets te kort gespeeld door de Spaanse en daar profiteert Bertens van. En ze breekt naar 6-5. Goed spel van de Nederlandse dus. En hier heeft ze setpoint en dat weet ze te benutten. 7-5, dat zijn de cijfers in de eerste set voor Kiki Bertens. En in de tweede set gaat ze veel beter spelen. Ze zet de Spaanse vast, de ballen gaan dieper. En als haar backhand nog eens gaat lopen zoals hier, dan komt het helemaal goed met het spel van Bertens. Ze loopt uit naar een 2-0 voorsprong. Het wordt 4-0. De glimlach komt op het gezicht. En even later bij 5-0 heeft ze 2 matchpoints. De voorhand is goed en dan wint Kiki Bertens het toernooi van Fes. Ze verslaat in de finale met 7-5 en 6-0. De Spaanse Laura Poos Tio. Een uitstekende prestatie en vooral wat een verrassing. Ze kent haar internationale doorbraak in dit toernooi in Fes en wint de Grand Prix SAR La Princesa Lala Meriem. En belangrijker voor het Nederlandse tennis, voor het eerst sinds 2006 wint er een vrouw weer eens een WTA-toernooi. En als bonus denkt ze aankomende maandag ook nog eens de top 100 in. Kiki Bertens. For me it was a great week here and I really liked it, so I hope to come back next year. And thank you to all the sponsors and the volunteers for this tournament. And thank you for my coach for this week. It was a pleasure. Yeah, you helped me a lot. And bedankt allemaal dat jullie thuis hebben gekeken. Thank you very much. Kiki Bertens is de naam.